Ook in het Enschedese havengebied weten de werknemers mooi weer te waarderen. En ook hebben ze wel een idee over hun werkomgeving. Qua bloemen misschien iets leuks, want ja, het is nu een beetje kaal natuurlijk. Fietspaden aanleggen, Ido. Ja, qua uitstraling is het hier natuurlijk niet zo mooi. Een mooi bankje, ja, dat hoef ik niet. Ik heb die stoelen. Maar ach, op zich, dat bevalt me wel prima zo. Nou, het is erg verwaarloosd. De haven in Enschede die was echt aan een opknapbeurt toe. Er is echt sprake van een grootschalig onderhoud van de vaarwegen, van de kades en van het binnengebied, de wegenstructuur. Daarnaast ook veel aandacht voor de werkomgeving van de duizenden werknemers. Hen wordt gevraagd mee te denken. Ja, we hebben 6000 medewerkers hier in dit gebied. En dat betekent dat er veel ervaring is met hoe is het nou om hier te werken en te zijn overdag. Het gaat soms ook nog wel 's nachts door, maar het gaat natuurlijk vooral ook om overdag. En we hebben in andere delen van de stad altijd projecten waar we de bewoners erbij dingen betrekken. En we dachten, laten we nu eens in die haven aan de slag gaan met de mensen die hier werken. Laten we ze vragen om mee te denken over hoe we het hier verder kunnen verbeteren. Kelly Spin werkt bij snackbar De Haven. Zij was een van de eerste die een idee indiende bij de gemeente. Het zou leuk zijn als er hier een gelegenheid komt voor kinderen om te spelen. Maar ook voor mensen om te wandelen of voor groen. Dat het iets mooier uitziet. En hoe is het om hier te werken in dit gebied? Ja, heel prachtig. Ja, vooral zo langs het water doet je toch wel iets, hè? Die zon erbij, ja, heerlijk. We gaan kijken hoeveel alles kost. We gaan wellicht ook sommige dingen weer apart proberen in een project te zetten en daar weer apart middelen voor te krijgen. Het hangt echt wel van de schaalgrootte van de ideeën af. Maar we hebben natuurlijk wel in het project al wel wat middelen zitten. Dus je zou kunnen zeggen, de snelle acties die niet zoveel kosten, die moeten we sowieso kunnen doen.